hebben ze nou mijn laptop? Hebben ze nou mijn laptop ingepakt? Wat is dat? Een geheime taal. Alweer een geheime taal. Jongen. Maar ja. we hebben meerdere codes, want hier zit volgens mij ook een code op. En dan hebben we nog in de gang nog codes. Je kunt dit draaien volgens mij. Hoi, super leuk dat je kijkt. Gisteren was Sinterklaas bij mij. En dat gaan jullie nu zien in deze vlog. Nou jongens, ik ben bijna thuis. Het is vandaag Sinterklaasdag. Dus we hopen dat Sinterklaas ons met een bezoekje kan verblijden vanavond. Dus ik ga nu snel naar huis, even wat lunchen. Ja, dus lunchen bij haar oma, heel gezellig. Dus dan gaan we hopelijk vandaag een bakje uitpakken. Hè? Wat is hier nou gebeurd? Hè? Er staat een koffer, dat is mijn koffer. Die staat midden in de kamer. En wat is dit? Voor allemaal. Allemaal pepernoten. Sinterklaas is al geweest. Oh, daar gingen mijn sleutels. Oh, kijk, een briefje. Lieve Suzanne, bel oma Robert en Jade en laat ze komen voor het Sint-spel. Oh, heeft de Sinterklaas weer een raar spel gemaakt. En waarbij bij ons elk jaar van die hele grote spellen. En wat zit daar nou hangen? Is dat nou pepernoten en een maan en een boom en een pakje? Ik heb geen idee. Oh, daar hangt ook al zo'n raar kaartje. Nou, ik ga Jade maar snel bellen. En zorg dat Jade, opa en oma en papa hierheen komen. Nou, daar komen ze aangereden. Die blauwe auto. Spannend. Nou, daar komt ze aan hoor. Rennen de trap op. Sinterklaas is geweest. Deze is voor jou, voor de mama. Oh, dat is lief. Kijk nou, wat een mooie roosjes. Kijk nou. Voor allemaal. Ja, kijk, en dit briefje vond ik. Dat ik jullie moest bellen. Hallo. Hallo, Sinterklaas is geweest. Ja. Ja. Wat heb jij nou meegenomen? Ja, voorzien maar. Ik zou het bijna zeggen. Toch, maar ja, overal zit een sluit. Er zit een slot op! Waarom? Op de badkamer. Maar ook ja, naar de kamer ook. Oh. Er zitten overal sloten. Oh. Nou, laat me even zitten dan. En daar? Nee, daar niet. Ja, dan zullen we beginnen. Ja. Mag jij beginnen? En die eraf te halen. Ik kan zelf ook wel lezen. Ja. Papa, kan jij filmen? Wat een groetje allemaal weer. Ja. Lieve allemaal, de Sint heeft zoals elk jaar weer een mega spel voor jullie klaar. De Sint geniet als jullie spelen. Maak je borst maar nat, je hoeft je niet te vervelen. Wat fijn dat jullie er samen zijn. Allemaal slim, van groot tot klein. Want jullie hebben vandaag heel veel te doen. Ik heb voor jullie een heuse pakjes escape room. Yes! De pakjes zijn opgesloten of vastgebonden. Los de puzzels op, dan heb je ze zo gevonden. Bevrijd ze dan met een geheime code en houd je aan de volgende geboden. Oh, dan krijgen we de regels. Doe het stap voor stap, luister naar de hints en gebruik iets alleen als je het vindt. Pas na openen van een object of kamer krijg je hints en spullen die maken je bekwamer. Denk verder dan je neus lang is, mijn lieve vrienden. Open dingen gelijk nadat je ze mag vinden. Soms vind je iets waarvan je het nut nog niet weet. Gebruik dit dan later en zorg dat je het niet vergeet. Lieve lieverds, start nu met de eerste geheime hints. Verstopt in dit pakje wat je hier nu vindt. Zoek om je heen en begin met dingen bij elkaar te passen. En vergeet niet af en toe een pepernotenpauze in te lassen. Nou, er zijn genoeg pepernoten, dus dat kan wel. Ja, pepernoten voor een hele maand. Ja. Help elkaar, wees slim en ga zo vooruit. Dan komen jullie er zeker uit. Laat je verwonderen door geheime codes en mysterie. Deze pakjes escape room is een ware attractie. Nou, mijn speurders, snel aan de slag. En dat het je wel bekomen mag. Zoek maar fijn, lieve slimme mensen. En van mij hele warme wensen. Liefst Sinterklaas. Wat moeten we voor zorgen? We moeten het stap voor stap doen en goed naar de hints luisteren. We mogen alleen iets gebruiken als we het hebben gevonden. Dan gaan we kijken wat in het eerste pakje zit.
een puzzelstuk. Oh. Sint, hint. Wat is dit? Staat er wat opgeschreven? Ja, dat kan ik niet goed lezen. Plakband en een briefje. Oh, maar er staat wel iets in. Wat staat er dan in? Wat staat erin? Kun jij voorlezen? Wat staat daar? Gebruik mij om zichtbaar te maken wat niet zichtbaar is. Wel cryptisch. Nou, doe dit er maar weer in. Wat zat er nog meer in? Ja, doe hem maar weer even dicht. Laat het maar even bij elkaar houden, want ik weet nog niet. We weten nog niet wat het net ervan is. En dit. En is dat nou mijn laptop? Hebben ze nou mijn laptop ingepakt? Denk je, waar moeten we beginnen met deze? Want wat hebben we nu gekregen? We hebben een doosje met plakband, een papiertje erin en een boodschap. Over dat dit iets zichtbaar kan maken wat niet zichtbaar is. We hebben een Sint-hint. Nou, ik kan dit niet lezen. Kan jij dit lezen? Nee, hè? Kan oma het lezen? Kent oma die taal? Sure. Nee. Nee. Nou, dan... Dat is volgens mij geheimtaal. Ja, dan weet ik niet wat we daar nu mee moeten. MPH. Nou, leg hem maar neer. Gaan we misschien later. We hebben één puzzelstukje en een puzzelframe. Nou, daar kunnen we ook nog niet echt iets mee, denk ik. Nou, wat dit is, weet ik ook niet. Dit is een brief met gaatjes erin. En een potlood erop. Geen idee. We hebben een laptop. Nou, dat zou ik ook niet weten. Toen zei als ik hem... Misschien doen we eens open. Misschien vinden we dan wat een hint... Nee, maar hij gaat ook niet aan of zo. Dan hebben we deze. Misschien hebben de Pieter stiekem een spelletje gespeeld. Ja, dat kan. Wat denk jij? Kunnen we hier iets mee? Nee? Hangt er ergens misschien iets in die ruimte wat daar een beetje bij past? Wacht even, je moet deze ruimte zoeken op de aanwijzingen. Oh, nou. Ga jij eens alle aanwijzingen zoeken dan? Hoeveel aanwijzingen hangen er? Misschien moet je ze gewoon even pakken. En nou, ik heb al een paar gevonden. Oké, nou leg maar neer. Ga ze maar allemaal pakken die je hebt gevonden. Ik wil even op tafel klimmen, anders kan ik er niet bij. In de lamp. Voorzichtig, anders kan je een stuk. Geef maar mij. Ja? Ik pak het nog even uit. Heb je nog meer gevonden? Ja, maar die had mama eerst. In de keuken, hè? Die had ik al gevonden toen ik thuis kwam. Hadden we er nog meer of was dit het? Er staan cijfers op, heb je dat gezien? Welk cijfer heb jij? Ik heb 3. 2. 1, 2, 3. Nou, gaat het even goed? Waar? Daar. Oh ja! Die was ik vergeten, die had ik inderdaad ook al gezien toen ik binnenkwam. Nou hebben we 1, 2. 3. Nou, leg ze maar eens even in de goede volgorde dan. Gaan we hem in de goede volgorde leggen? Kom jij bij mij staan, ja? Of ga je daar maar even? 1, 2. Dan die, denk ik. Nou, dat was 3. 1, 2, 3. Wat gaat dit worden? 4. Kom eens aan deze kant. Mag jij helpen met het alfabet? We hebben een dak met een rokend schoorsteen. Kun jij die vinden hierop? Welke letter moet dat worden? K. K. En dan? Dus die moeten we met z'n allen onthouden. Ja. En de twee, dus een staf. Krr. Krr. En dan pepernoten. Ik. Kri. Maan. Kris. Christ. Christ. Christ? Christ? Wat is Christ? Christ. Christa. Ja. Christa. En dan? Paard. Kristal. En nog een l. Kristal. En dan de zak. Heb je de zak al gevonden? Kristallen. Kristallen. En dan die. Kristallen. Kristallen? Kristallen. En dan die? Pyramid. Kristallen. Ja? Oh, ik denk dat ik het weet. Kristallen. Kri-
Kristallen gids? Ja, maar we gaan... Wat betekent dat dan? Check het even of het klopt. Kristallen. Dit was de... Dat is de... I. Waar zit ze nou? De pepernoten weer? Ja, ze heeft nu... Dit heeft ze net ingemaakt. Ze is nu bij de... S. Oh, ja. Klopt dat? Ja, volgens mij wel. Alleen... Maar wat is kristallen gids dan? Hoe lijkt je naar kristallen? Want kijk, waar is dat boek? Ja? En wat moeten we daar nu mee dan, denk je? Kristallen zoeken of zo? Oh! Ik deed boek op en er zag ik een brief in! Oh jee, nou. Oh, dus we moeten die dingen zoeken en dan... En dan krijgen we een hint. Wat is dit? Lieve allemaal, in dit spel is niks wat het lijkt. Zorg dat je steeds weer anders bekijkt. Wees slim als een uil, sluw als een leeuw. Het spannende en je hoeft niet te geeuwen. Oké, kom eens even hier. Je hoeft niet snel te lezen, maar het is belangrijk dat we goed lezen. Want misschien staat er een hint in. Steeds ontknoopt zich een beloning. En voel je je straks een echte puzzelkoning. Pakjes bevrijden in het beste een kluis, maar het leuke karwei... Pakjes bevrijden is best een klus, maar een leuk karwei, dat zie je dus. Het vergt... Kan je even lezen? Ja. Het vergt veel om uit te pluizen, maar verrijkt ook erg je leven in huizen. Dit gedicht is meer dan je vermoedt. Los op die puzzel, dat is hoe het moet. Robin en Lisa zijn er niet bij, maar gelukkig is oma van de partij. Zij is slim en al heel groot. Ga aan de slag met papier en potlood. Succes, lief Sinterklaas. We hebben helemaal geen potlood. Nee, we hebben geen potlood gekregen. Of wel? Wat is dit dan? Huh? Is dat dan? Is dat een potlood? Nou, ga eens kijken. Hier staan hoekjes op. Ga eens kijken. Oh. Ga eens kijken. Ja, snap ik dan. Misschien. Oké, okay, wacht. Zullen we het papier even een beetje plat maken? Kun jij het goed zetten? Maar ligt die goed om? Dat is de vraag. Ja, niet eens. Yes! Oh, er komt een tekst uit. Wat komt eruit? Wat komt eruit? Wat staat er? Leeuwenkoning, luister even. Robin Hood. Wat zijn dat? Robin Hood! Maar Leeuwenkoning, luizenleven, Robin Hood. Maar wat zijn dat? Films! Hebben wij die films? Ja. Zoeken. Ga ze zoeken. Robin Hood. Dit is... Leeuwenkoning. Zit daar wat in? Check eens. Zit er wat in? Nee. Yes, een puzzelstukjes! Oeh, goed zo! Welke was de volgende? Een luizenleven. Wacht, ik wil eerst Robin Hood. Oh, gevonden. Wat zit daarin? Openbrief. Code 1. Code 1. Envelop met code 1. En nu een luizenleven. Ja, maar ik vind niet. Papa of oma, misschien kan oma helpen. Ja. Oma, we zoeken een luizenleven. Oh, ze heeft hem al gevonden. Ze leest zo snel. Ongelooflijk. Hallo. Hallo. Oh, wat is dat nou? Ja. Wat is dat? Wat is dat? Een geheime taal. Alweer een geheime taal. Jongen. Daar hadden we er nog niet genoeg van. Ga je aan mijn geheime taal? Hé, maar puzzelstukjes, kunnen we daar wat mee? Kunnen we die puzzelen? Badkamer, zou dat badkamer worden? Dat kan, bad kan. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Maar ja, die past nog niet. Er moet nog een stukje komen. Ja, er moeten nog heel wat stukjes komen. Je mist komen. Nog wel wat. Heel wat stukjes. En dan komt het helemaal bij. Nee, maar we hebben een envelop met code 1. Wat zou dat betekenen? Wat staat erop? 265. 265, waar zou dat de code van zijn? Maar kijk, maar we hebben meerdere codes, want hier zit volgens mij ook een code op. En dan hebben we nog in de gang nog codes. Je kunt dit draaien volgens mij. Dan moet je dat op 2. Maar wat is dit? 2. Was het 4, 6? Oh, 2, 6, 5 was het. Ja. Dat was een 2, 4, 5.
Ja. Nee, kijk, hier is een knop. Die moet je naar beneden duwen. Joh, dat gaat moeilijk. Is dat wel de goede knop? Nee, hij staat op 4. Kijk. Hij moet echt op 2, 6, 5 staan. Doe het nog eens. 6. Want hij staat nu op 4. 5, ja. En nu? Probeer het nog eens. Ja, maar net heb ik het geprobeerd en jij kwam tegen dat ding aan. That's weird. Misschien is die code voor iets anders. Is het dan 652? Wacht, wat? Oh, kijk, je hebt een verkeerd tom gemaakt, denk ik. Zie je dat? Je hebt nu 265, maar ik denk dat het 265 moet zijn. Ja, nou, probeer eens. Druk eens op de knop. Ja! Goed zo! Nou, dat was even werk. Ja, in onze... Ja, ik zie het! Hé, maar dit lijkt wel op een toetsenbord. Hé, hey, jouw laptop? Wacht even, die moet je dan intikken. Tadaa. Woehoe! Wat is dat? Zoek en vind de hint.